Vandaag gaan wij laten zien hoe fucking sterk de DTO is. Al het heen is ons meerdere malen genaaid, maar vandaag gaan we ze terugnaaien. We zullen bij een paar winkels langs gaan en de boel op stel te zetten. Let's go DTO. Maar om de Albert Heijn helemaal plat te krijgen, kunnen we niet laten bij één stad. Dus gingen we langs bij drie steden. Spijkenisse, Vlaardingen en Schiedam. Jullie zijn de lul, man. Pilootje en ik gaan allebei doen alsof we Albert Heijn medewerkers zijn. Wie voor ons het langst volhoudt, wint. Maar er is een twist. Terwijl we allebei de klanten helpen, gaat de ander precies vertellen wat hij moet doen en zeggen. Zeg tegen hem, mag ik aan uw haar likken? U heeft echt hele mooie haar. Ik wil even een compliment geven. Zou ik hem mogen aanraken een beetje? Kijk. Likken. Dat is te ver. Wat gaat dan niet te ver? Dat was prima. Oké, is goed. Doei. Doei tegen. Ik ga naar die man zeggen dat je hem aantrekkelijk vindt. Dat je hem echt aantrekkelijk vindt. Meneer, mag ik eerlijk tegen u zijn? Wat? Vindt u best wel aantrekkelijk? Helaas. Waarom helaas? Zeg dat je een gezellig nachtje met hem kan maken. Kunnen een gezellig nachtje... Ja, kijk, nachtje, ik hou het niet zo lang voor. Ik denk 5 minuten, dus... Als je wilt kunnen we een leuk... Nee, ja, leuke TikTok maken samen. Nee. Oh, nee, maar niet. Oh. Ga naast iemand staan en zeg dat je... Dat je besmettelijke aanbijen hebt ofzo. Oh, mevrouw. Een beetje afstand. Ja, ik heb een besmettelijke ziekte. Ik heb een besmettelijke ziekte. Wie? Ik. Ja, dan, sorry. Ja, ik... Oh. Oké, geef haar nu dan. Maar wilt u het ook krijgen? Nee? Nee, ik ben ziek. Oh, corona. Ja. Pap, corona. Jij corona? Ja, u ook nu. Nee. Jawel, ik heb u aangeraakt. Waarom? Zodat u corona heeft. Want de wereld gaat veroverd worden door aliens. Hé, kom. Broer, ik ga naar een medewerker lopen. Ik ga zeggen, werk jij hier wel en zo. Kijk, die daar. Hallo? Hoi. Werk jij hier? Ja, ik werk hier, maar werk jij hier? Wat is jouw naam, vraag mag? Jaina. Hoe? Jaina, hoezo? Hallo. Nieuw? Johnny, ja, de nieuwe manager. Maar ik heb een vraag, ja? Manager? Wat doe jij nu met werk? Wat is het? Vakkenvuller. Vakkenvuller? Ja. Maar dat was niet de taak die ik je gaf. Is dit een of andere TikTok-video? TikTok? Ik meen het serieus, dit valt zo niet professioneel bij een of andere manier. Ben je een prank aan het uithalen op OnlyFans of wat is het? Nee. Dat ben jij wel mij hier. Ik hè? Ja, ben jij maar in de stad. Hé, wil je dat ik hier ontsla, jongeman? Ik ken toch wel de eigenaar. Je kent de eigenaar? Ik weet ook precies wie er op dit moment de manager is, Milana. Ken je mij? Ze noemen me ook wel Milana. Ja, nu werk je al een tijdje hoor. Hoe lang werk je al? Een paar maanden, 6 ongeveer. Echt? Bijna tegen half jaar. Half jaar? Ja, op dinsdag en woensdag altijd. Oh ja, dus de eerste keer op dinsdag misschien dat ik nooit heb zitten. Nou ja, werk je Oké, is goed. Geen mee. Ja, werkt het hier. Okay. Ja, wat zei je dan tegen? Ja, dat hij me kont tot eten of zo. Ik weet ook niet wat hij allemaal zegt. Nee, ze zijn aan het vastleggen. Nee, we zagen die gast en we dachten, wat doet hij allemaal? Oh. Ja. Zeg tegen haar, mevrouw, ik moet een drugstest afnemen. Kunt u even voor me erin plassen? Ja. Mevrouw, ik moet een drugstest afnemen. Kunt u even het erin plassen? Wat kan ik? Ja, ik moet een drugstest afnemen. Nee, waarom moet ik dat doen? Oh ja, nee, dat is... Ja. Ja, zeg. Ja, maar ik ben bang, want ik heb net drugs ingenomen. Wat zegt u? Ik ben bang, want ik heb net drugs ingenomen. U heeft drugs ingenomen? Ja. Maar ik weet niet, wat wil je nu? Gaat het goed met je voor de rest? Mevrouw, ik weet niet. Kom maar, we gaan eventjes... Wat heb je genomen dan? Mevrouw, ik weet het niet. Ja, een pil. Ja, een jongen genaamd, ik weet niet, Divayo, volgens mij. Ja, hij bood me aan om iets in te nemen op een feest. Maar wanneer heb je dat gedaan? Heb je dat net gedaan? Ja, een uur geleden of iets. Met me mee, jongen. We gaan heel even naar voren. Dank u wel.
Ja, komt goed. Ja, komt echt goed. Je weet helemaal niet wat je ingenomen hebt, Albert. Dat was mijn eerste keer. Ik ben ook gelijk op macht. Ja, het was... Dat je echt even naar huis moet gaan. Het was mijn eerste keer. Ja. En ik ben ook toen ontmaagd. En nu zou ik graag. Ik zou zeggen, voel je raak. Oké. Zeg, mag ik ook bij je anus voelen? Ja, we hebben ook zeg maar een nieuw check. Dus ik moet ook even bij je anus, zeg maar. Pardon? Je wilt waar checken? Bij je anus. Zeg maar, ik heb een nieuwe buttplug product uitgevonden en je moet even kijken. Okay. Ja, oké. Okay. Oké, okay, goed. Meneer. Wat is er nou allemaal aan de hand, jongens? Aan de hand? Met deze meneer? Nee, hij sprong me heel graag aan. Nee, even serieus. Nu gewoon even serieus zeggen wat er aan de hand is. Hoe dit is echt, dat weet je wel. Want hij is alles aan het opnemen, jij bent alles aan het opnemen. Hij heeft ineens een open huisshirt aan, die helemaal jij moet hier niet werken. Dus ik wil graag weten wat jullie aan het doen zijn, want ik vertel anders van de politie. Dus wel. Tommy loop. Gewoon deze, en dan ga ik deze gewoon voor iemand poppen gewoon. Ja. Ja, we gaan het eerst kopen. Ja, mannetje. Ja, niet gehaald, maar net gepakt. Mm-hmm. Alleen, ik zoek de aubergine versie. Hebben jullie die? Oké. Okay. Af je? Ja, zeker wel. Oké, deze kan ik gewoon terugleggen, toch? Deze? Nee, want je hebt hem al open gemaakt. Ja, hij is dicht. Hij is open. Heb je hem open gemaakt of niet? Ja. Hij heeft een 400 gemaakt. Maar als je betaalt, is het geen probleem. Betalen? Is dit ons eigendom of is het ver? Nee, het is hier eigendom. Ja. Want ja, ik dacht dat je kon proeven verschillende chipszakken. Ja, we gaan er geen grapje mee maken. Nee, maar geen grapje. We hebben normaal. Hoe doe je normaal? Oh ja, hey, kijk. Kom maar even mee naar achteren. Maar waarom? Omdat jij onze chips openmaakt en je betaalt. Doe die camera. Nee, je mag het sowieso niet aanraken. Dit is al mishandeling. Kom even mee. Nee. Kom maar even mee, jongens. Wat, sowieso niet aanraken? Niet aanraken? Nee, ik kan gewoon weggaan. Dit is kidnapping, dit mag niet. Kom maar even mee. Ben jij toch betaald voor dit, of niet, Zwaai? Kom maar even mee. Hoe raak ik me zo aan? Ga gewoon even mee. Dessie. Hey. Deze man heeft mij zo moe gemaakt, ik zeg. Ik denk dat we best daar gaan werken en in slaap gaan vallen. Want je weet, een jongen verdient ook pauze, anders is het slavernij, man. Waarom de hele dag dit, dat, neppe medewerker daar. Ze vragen wel, wat doe je hier? Maar ze vragen nooit, hoe gaat het met je hier? En hoe het hier nu met me gaat, is dat ik moe ben. Dus dat betekent dat ik ga slapen. Goedemorgen. Hallo. Zo, ben ik in slaap gevallen tegen mij. What the fuck. Bro, hou je me eruit? Ik kreeg bijna een natte droom, man. Lekker, nou kom op. Mag echt niet op pauze, bro. Huh? Even snel pauze. Hi. Mijn vader gooide gewoon bijna te slippen. Dankjewel dat je me wakker maakt, man. Wat is de bedoeling van dit allemaal? Ik dacht dat ik pauze had. Ik weet niet eens wie jij bent. Dag. Hi. Johnny Sim. Hi. Dus. Jij gaat weer naar buiten, want jij werkt hier niet. Wow, what the fuck, man. Niet daar vanaf. Meneer, wacht even een momentje. Yes. Jij gaat naar buiten en jij komt niet meer naar binnen, ja? Oké. Okay. Ik ben gewoon uit de winkel gezet, man. What the fuck, man. We hebben ze op elke punt geraakt. Maar nu is er nog tijd voor één punt. Om heel hun kasteel naar beneden te halen. We gaan.
koken in de Albert Heijn, motherfuckers. Mag ik u wat vragen? Wilt u een SO doen naar mijn 69 volgers? We hebben vandaag de 69 volgers gehad. Wat? De 69 volgers hebben we vandaag gehad. Dan moet ik, wat moet ik doen? Hallo zeggen. Zeg, hey. SO, zeg SO naar DTO. Hoe? DTO. DTO! Yeah. Nee, super, super DTO. Thank you. Yes. Alright, bye. Box, pow, box. Pow. Alright. Yo, welkom bij de Hood Vlogs van het Koken, man. Let's go. We hebben vandaag een nieuw gerecht. Zo, mevrouw. Wilt u misschien een hapje? Nee, dankjewel. Oh nee, maar omdat het rauw is of... Nee, oh ja, maar nee. Tammy, ga nou in. Roep een medewerker. Hij flipt hem. Hij kookt hem wel goed, man. Hallo. Ik wil even hapje. Thanks, man. Je wilt geen hapje? Nee. Maakt niet uit, bro. Weet je wat het is? Nee, ze willen niet met je zijn wanneer het proces er is. Ze willen met je zijn als het klaar is. Wilt u wat van Albert Heijn to go? Wow. Wilt u iets Albert Heijn to go gratis meenemen? Het duurt wel nog even. Let's go. Is nieuwe Albert Heijn to go? Ja, I'm French. Oh, you French? Yes. Oh, yeah, yeah, it's the new, product. Yeah, man. Do a piece for Johnny Sins, man. Say Johnny Sins. Johnny Sins. Yeah, man. Yeah, man. Thank you. Thank you. Alright, have a nice day, man. Have a nice day. Bye bye. Au revoir, man. Bro, je weet zelf, man. Cooking met die Fayo. Het is een easy job. Maar je weet toch, je moet het wel kunnen. Je moet wel koken hier zo. Wilt u wel bij Albert Heijn to go of niet? Albert Heijn to go. Ik kan gelijk een hamburger meenemen. Gebakken en. Oh nee, dank je. Nee, maar ja. Het ziet er wel heel grappig uit. Dank je wel, dank. Ja, het is geen grappig. Dit is real business. Het is real business. Het is real business, man. Hallo. Hi. Mag ik vragen wat je aan het doen bent? Oh ja, wij zijn Albert Heijn to go. Ja? Dus we zijn een hamburger aan het bakken. Met wie is dit overlegd? Met de DTO community. Sorry? De DTO community. Nou, ik weet hier niks van doen, hè. Hou dat maar af. Nee, wil je het gewoon even afhalen? En bij welke Albert Heijn werk je? In Schiedam. Schiedam? Ja. En welke filiaal nummer? Dat hou ik liever privé, mevrouw. Uitgaat. Dus uit filiaal? Uit filiaal. En waar, tot waar is het filiaal? Mevrouw? 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 Nee! Succes met je hamburgers. Oh, mevrouw! Mevrouw! Oké, nu moet ik ontslag nemen, man. Ik ben helemaal klaar met dit, man. Al die tijd heb ik hier als slavernij gewerkt. Ik kreeg geen eten, geen voeder, loon. Dus ik neem ontslag. Ik ben klaar met de Albert Heijn. Ik neem ontslag, ik ben er klaar mee. Ik ga weg. Ja? Waar moet ik mijn spullen nemen? Het is Jumbo voor lijf. Meneer, volgens mij ben je nooit geweest. Ik heb hier elke dag gewerkt. Elke dag als slaaf werd ik behandeld. Fuck! Ben je helemaal klaar met dit? Fuck de Albert Heijn. Niet deze, niet de middelvier. Fuck de Albert Heijn, man. Killer, West Side, nigga. Hey, hey.